Wat een kracht. Wat een kruidig aroma. Hoe krijgt Knorren toch voor elkaar? Ik moet het weten. Nu. Kom op, hoed. Daar gaan we. Dit is Herman Smuller, kookboekenschrijver. Zou het hem lukken achter het recept van de nieuwe Knorren vleesbouillon te komen? Voor een goede bouillon, men neemt 1 tablet pure rundvleesbouillon van Knorr. Knorr, krijg je de smaak te pakken. Rond 1900 arriveert Tom Dalton als straatarme emigrant in New York. Die hier knokt zich omhoog tot een van de invloedrijkste zakenlieden van Amerika. Zijn imposante levensverhaal vindt u in dit boek, Waar ik lief had, wil ik sterven, van Kathy Spelman. Nu extra voordelig als kroonboek bij ECI. ECI, dat spreekt boekdelen. U weet dat uw haar op sommige plaatsen wat vetter is en op andere weer wat droger. Maar weet uw shampoo dat ook? Silkiens wel. Want door de wetenschappelijke samenstelling wast Silkiens uw haar grondig, maar blijft toch overal even zacht voor uw haar. See me, touch me, feel. Wilt u dat uw haar overal even zijdezacht aanvoelt? Geef uw haar dan het Silkiens effect. Zeg eens eerlijk. Heb je in die 12,5 jaar echt nooit een ander gewild? Schat. Je weet toch dat er voor mij maar 1 de echte is. Heinz ketchup, de echte. En dat proef je. Moet je eens kijken wat er gebeurt als hij zijn brekkies ruikt. Ja, want die zijn met vers vlees bereid. En daarom zijn ze zo onweerstaanbaar lekker. Brekkies, daar kan hij niet van afblijven. Tja, meneer weet wel wat hij wil. Brekkies met vers vlees bereid. Vandaag de beeldschermen. Voor de IBM Personal Computer zijn er 2 soorten beeldschermen. Monochroom of kleur. Monochroom is goed voor teksten, kleur is goed voor al het andere. Welk heeft u liever, dit of dit? Dit of dit? Goed. Welk? Probeer ze allebei bij onze dealers. Dit is nou mijn Erik. Altijd maar even druk op zijn werk. Neem jij hem? Nee hoor, los er wel op. Kom eraan. Maar tegenwoordig pak je de zaken toch anders aan. Neemt dus wat vaker de trap. Is daarmee gestopt. Nou, nee, eet ook bewuster. Minder zout, meer vitamine en natuurlijk B-cel. Want B-cel werkt cholesterolverlagend. Juffrouw. Vanavond tennissen? Ja, prima. En Erik, die voelt er zich prima bij. Dat schat. Trouwens, ik zelf ook.